Ik vind dat Nederland, en toch zeker hier voor Baarle-Nassau, hetzelfde moet doen als België. Hier in België zijn vanaf vandaag alle winkels, behalve de supermarkt en de apotheek, gesloten. Hier in Nederland niet. En hier mag je ook nog gewoon met groepen op straat komen. Hier in België geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod en mag je alleen nog maar met een gezinslid of met een vriend je op straat begeven. U moet nu dicht. Ja, over 10 minuutjes moet de zaak op slot helaas. Ook wel begrijpelijk, maar het kromme is wel, zoals we hier in het grensgebied zitten, dat de Belgische winkels verplicht moeten sluiten en de Nederlandse nog gewoon open mogen. Ja, u zit in Nederland, u heeft geluk. Ja, ik zit in Nederland, dus wij hebben nog geluk, klopt. Ja. Uw collega om de hoek moet nu dicht. U mag open blijven. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, eigenlijk is het niet reëel, zeg maar, zo. Nee, we zouden natuurlijk het liefste willen dat iedereen open blijft of iedereen dicht gaat. Het is altijd een bijzondere situatie, hè? Toeristisch, heel interessant, soms wel een beetje grappig, hè? De Belgisch-Nederlandse. Maar u bent nu gekomen natuurlijk voor de coronacrisis en dan is het niet meer grappig, dan is het niet meer interessant. Dan gaat het over de volksgezondheid van onze mensen. Eigenlijk een oproep, ga nu alsjeblieft als Belgen, hè? Want bij ons zijn de winkels echt allemaal gesloten, behalve de voedingswinkels. Ga niet allemaal massaal naar Nederland winkelen en dan weer terug, want dan is het hele systeem eigenlijk om zeep. Dus je moet daar positief tegenover staan. Denk aan je eigen gezin, denk aan je kinderen, denk aan je opa en je oma. Blijf thuis en doe zo weinig mogelijk verplaatsingen. Dat is heel belangrijk. In België mogen jullie alleen nog maar essentiële verplaatsingen doen. Mag u dan wel Nederland in? Ja, maar hier in Baarle-Hertog-Nassau is dat anders. Hè? Is dat moeilijk, hè? Wij moeten hier boodschap doen, anders moeten we naar Weelde of Turnhout, weet ik het. Ik vind dat Nederland, en toch zeker hier voor Baarle-Nassau, hetzelfde moet doen als België. We zijn buurlanden, overal hetzelfde. En u dacht, ik sla nog even snel in? Ja, want ik wil zo weinig mogelijk in de winkel komen. Want ik vind het toch wel eng allemaal. Dus ik hoop dat ik 2 weken verder kan.